Dus je start Lightworks op en daar ga je door, zeg je van create a new project, test project. Dan importeer je de muziekbestanden die je moet hebben. Dus dan ga je naar de locatie waar ze staan. Dat wil zeggen in mijn downloads folder hier. En dan pak ik deze. En dan importeer ik er nog één. Deze. Nu staan deze allebei hier. Dan dubbelklik ik op deze. Dan selecteer ik hier het begin van deze soundtrack. Oh nee, dit is een video. Maar in ieder geval, ik selecteer, dubbelklik deze. Selecteer het begin van deze soundtrack met dit blauwe icoontje. Dan trek ik hem door naar het eind. Selecteer ik het eind van de soundtrack. En druk ik op het pijltje naar beneden toe. Om hem in de sequence neer te zetten. Dan zet ik de beginlijn zet ik achter dit liedje hier neer. Dan zal ik nu even wel fatsoenlijk een tweede soundfile erbij zetten. Waar alleen maar geluid bij zit. Zoals deze. Import. Dus deze staat nou hier. Doe ik hetzelfde. Selecteer met blauw dit begin. Trek hem door naar het eind. En zet de tweede blauwe ding erachter neer. En druk door dan onder. En dan staan hier op deze timeline van deze sequence staan ook beide liedjes erop. En dat ja, kun je dan testen door als je dit doet. Dan speelt hij het eerste dingetje af. En als je dan verder gaat, dan zie je dat hij het andere liedje aan het afspelen is. Maar wat je dan doet, als je alle geluiddingetjes achter elkaar gezet hebt, dan heb je hier een optie voor export. Zeg je H264 MP4 Free. En laat je alles staan zoals het is. En zeg je start. Dan begint hij met het maken van een filmpje van alleen deze geluidsbestanden. En als het goed is, zal dat dan een filmpje zijn met een zwart scherm, zoals je wil. Ja, als het dan hier staat dan de MP4. Klik hierop en hij speelt hier het filmpje af. En heeft hier alleen maar een zwart scherm. En dat is hoe ik het zou doen.